Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Het is 1 januari, dus ik wil mijn portfolio voor 2024 gaan delen. Dus laten we geen tijd verspillen en laten we direct doorgaan naar mijn portfolio, naar de intro. Oké okay dan, het is tijd om de funstifs te bespreken. Ik denk dat het belangrijk is om te noemen wat ik heb, maar ook waarom ik heb gekozen voor de projecten waar ik nu in zit. Mijn keuzes zijn enorm beïnvloed door het boek Contagious van Jona Berger. In het boek verklaart hij onder andere waarom bepaalde ideeën fail gaan en waarom een idee bijvoorbeeld waarschijnlijk zal floppen. Vier componenten van zijn boek zijn enorm belangrijk. Eigenlijk zijn alle componenten in het boek enorm belangrijk, maar dit zijn voor mij de meest, dit zijn voor mij de meest belangrijke componenten die hij bespreekt. Hij bespreekt social currency, triggers, het belang van emoties en het concept van: if it's made to show, it's made to grow. Laten we beginnen met de laatste, want die ligt waarschijnlijk het meest voor de hand. In feite betekent dit als een business of een idee of whatever, elementen heet, waardoor mensen de brand kunnen herkennen. Dan is het waarschijnlijker dat het idee viral zou gaan. TikTok is hierin een goed voorbeeld. Bij elk gedeelde video van een TikTok zie je bijvoorbeeld een watermark, right? En eindigt de video ook met een geanimeerde TikTok logo. Auto's zijn nog een prime example. Automarken hebben uiteraard hun logo op de auto. Maar je zou eventueel verder kunnen kijken. En dan zou je bijvoorbeeld ook uh, auto's kunnen herkennen aan de koplampen en achterlichten. Volvo heeft van mij bijvoorbeeld hele duidelijke achterlampen. Dus dat is één. Zit er maar ken ik achter het idee of het project, waardoor mensen uh, het idee kunnen zien en of herkennen, dan is het waarschijnlijker dat het fire wil gaan. En ik ben van mening dat het belangrijk is. Want als ik ergens investeer. Dat andere mensen er ook van af weten. Want natuurlijk, uiteindelijk is het gewoon een Biggers Falls theory allemaal. En je wil gewoon vroeg instappen. zodat je uh, hoog kan verkopen. En daarvoor heb je nieuwe mensen nodig, nieuwe investeerders die nieuw geld inleggen. Right. Dat is eigenlijk gewoon de name of the game. Nou, nummer 2. Emoties. Burger beschrijft in zijn boek dat bepaalde emoties leiden tot meer shares. Deze emoties zijn humor, angst, woede. Um, ik heb nog een keer angst opgeschreven, blijkbaar. En wat hij beschrijft als awe. En dat is awe. En waarschijnlijk spreek ik het niet goed uit. Awe wordt bijvoorbeeld getriggerd door iets uh, waarvan jij denkt van, wow, dit is zo fantastisch. Ik moet het eigenlijk wel delen met een ander. Dat is awe. Ten derde heeft Berger het over triggers. Een trigger is het bijvoorbeeld een externe factor dat jou laat denken aan een bepaald idee of product. De Song Friday van Rebecca Black is hierbij een goed voorbeeld, waarbij Rebecca Black, het nummer Friday, die krijgt de meeste views, op YouTube in ieder geval. Uh, of die krijgt de meeste zoekresultaten op een vrijdag. De dag vrijdag werkt dus als een trigger om een nummer op te zoeken. En als laatste, social currency. Jonah beschrijft social currency als een stuk informatie dat zo cool is dat je het eigenlijk wel moet delen met een ander. Hij zegt daarbij ook dat wij als mens graag slim of interessant lijken. Like right? Dus als wij bijvoorbeeld iets cools delen met een ander, lijken wij slim en voelen wij ons goed over onszelf. En dat noemt hij uh, social currency. Dit is voor mij bijvoorbeeld ook een verklaring waarom mensen het geweldig vinden uh, uh, wanneer het gespreksonderwerp daadwerkelijk over hem gaat. Right? Ze, ze vinden het veel leuker om over hunzelf te praten dan over een ander. En dat komt namelijk door die social currency. We vinden het gewoon cool om belangrijke shit van ons te delen met een ander. Waardoor wij slim of interessant lijken. Dus dit zijn voor mij de vier factoren die mijn keuzes hebben beïnvloed. Ze hebben niet altijd mijn keuze beïnvloed. Maar als ze die keuze hebben beïnvloed, dan laat ik dat ook zien op het scherm. De laatste factor is altijd de chart. Als ik de chart niet mooi vind, komt de crypto niet in mijn portfolio. Oké, okay, ik heb dus eigenlijk twee portfolios. Eén van de munten op het Ethereum netwerk en de ander op het Pulse netwerk. Sinds het moment dat ik de 100k heb bereikt deel ik mijn vermogen niet meer online en ook nauwelijks meer in privé. Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar de reden waarom, ik kan er ooit wel een keer een video over maken. Ik denk, het, ik denk dat ik wel 10 of 20 minuten over vol kan lullen. Uh, laat maar weten in de comments of dit wenselijk is. Dus ik laat ze dus alleen maar mijn munten zien. Ik praat over de reden waarom. Uh, dit is geen financieel advies. Ik ben gewoon een dude op het internet die zijn portfolio flasht. Uh, de website waarmee ik mijn portfolio track is fetch.team. Je kan dit gratis gebruiken. Zorg alleen voor dat je juist het netwerk hebt geselecteerd binnen Metamask. En dan kunnen we dus nu daadwerkelijk gaan beginnen met de eerste munt op mijn portfolio. En dat is Pepe. Pepe. Pepe heeft voor mij twee belangrijke factoren uh, um, van de vier die ik heb genoemd. En dat is uh, uh, emotie. Het heeft een stukje emotie, namelijk humor. Memecoins zijn namelijk inherent bedoeld om grappig te zijn. En daarom denk ik ook dat het, uh, dat het een leuke manier is, bijvoorbeeld, om te delen. Als ik bijvoorbeeld iets grappigs zie, dan ben ik snel geneigd om het te delen. En dat zo beschrijft dat boek dat ook. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een volledige video gemaakt van waarom memecoins farber gaan op mijn Instagram kanaal. Um, dus als je daar of als je, als je specifiek meer wil weten over dit stuk, heb ik hier bijvoorbeeld een video daarover. Nou, een tweede component is trigger. Ik denk ook dat dat per payment uh, um, enorm getriggerd kan worden, voornamelijk als je een beetje in de crypto wereld zit of voornamelijk als je dan ook nog eens veel kijkt op, uh, op uh, Twitter. Op Twitter zie je bijvoorbeeld gewoon zoveel uh, pepe memes dat ik denk dat het gewoon een goede manier is, dat het gewoon een goede trigger is. Right? Als, je, als je ook maar even kijkt op Crypto Twitter, dan word je al vaak ge, uh, getriggerd om aan de Pepe te denken. En het feit dat Pepe dus ook gewoon zo'n zo zo naam deelt, vermoed ik dat dat een grotere kans heeft op viraliteit. Het is dus een memecoin die inherent gemaakt zijn om te delen. En het heeft dus ook een goede trigger, omdat Pepe dus zo vaak wordt gebruikt. Ook als je kijkt naar dus uh, Google uh, search terms, zie je dus ook dat Pepe bijvoorbeeld niet echt aan het doodgaan is, terwijl Dogecoin dat wel is. Ik heb hier op Fetch Team, heb ik dus ook een keer een artikel gemaakt van waarom ik denk dat Pepe echt potentie heeft tot enorm grote gains. Omdat als je, als je ook de Google search terms bekijkt, dan zie je dus ook Pepe, Die heeft, op een gegeven moment heeft hij een explosie meegemaakt in zoektermen. En vervolgens is die, um, het is natuurlijk wel een beetje afgezakt. Maar ik denk voornamelijk dat het komt omdat A, de populariteit was toen gewoon uh, vanwege verschillende factoren hoger. Maar het is nooit echt volledig doodgegaan. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de zoekresultaten van Doge, Doge is voornamelijk hard gegaan. In, een van de, in de boelmarkt, in de, de piek van de boelmarkt en van de vorige boelmarkt. En daarna zijn de zoekresultaten wel redelijk hard dood gegaan. Dus als je het hebt over, over meme potentie en game potentie en ook gewoon oogballen voor die, voor die munt, vermoed ik dat Pepe het beter gaat doen dan Doge. En ik denk ook dat Doge, als je het toch hebt over meme coins, ik denk dat Doge ook wel een goede contender is deze bullmarkt nog steeds. En ik vermoed dat Pepe dat gaat outperformen. Dan als laatste de chart voor Pepe. Ik heb hier op mijn linker scherm, voor jullie gewoon een normale scherm denk ik. Ik heb hier op mijn linker scherm Pepe de munt uh, opstaan. En zoals jullie kunnen zien, het begon echt met een explosief voor vier weken. En daarna gaan we eigenlijk alleen maar sideways. Maar de manier waarop we sideways gaan is eigenlijk best wel hartstikke bullish. We hebben dus verschillende dingen gezien. Ten eerste hebben we een mooie dip gemaakt, meegemaakt van 82%. Uh, vervolgens hebben we hier een periode gehad van pure accumulatie. Dus de mensen die hier hebben gekocht, die zitten nu al hartstikke mooi in de winst. Laten we kijken van hoeveel hij al is gestegen uh, vanaf de bodem. Het uh, prijs is al verdubbeld vanaf de bodem. En dat is gewoon hartstikke goed om te zien. En nu zitten we weer uh, redelijk mooi boven. En ook op deze sideways periode, right? Dus we hebben een soort van. Uh, we hebben te maken met een soort van cup en handle. Dit lijkt eigenlijk meer op een soort van brug. Het is niet echt een cup en handle, het is echt gewoon dit. Right. Dit, maar je zou kunnen zeggen: van ja, dit, dit is de cup, dit is de handle. Ik ben, een, ben daar vaak iets meer perfectionistisch in, dus ik zou het niet een volledige uh, uh, cup en handle noemen. Maar het heeft gewoon hele mooie curves. Dus ik vermoed ook gewoon dat we hier uiteindelijk uit zullen breken. En zodra de resistance, bijvoorbeeld de resistance van 1760, wordt gebroken, dan is de enige resistance die nog overblijft is de vorige Altum High. Die zit op 3205. En daarna hebben we eigenlijk geen resistances meer. En daarna is het gewoon volledige price discovery voor de munt Pepe. Dus ik denk van dit is eigenlijk nog de tweede accumulatiezone uh, om goedkoop Pepe te krijgen. Als we eenmaal boven de, uh, boven de eerste resistance zone zijn, wat nog maar 50% is, dan vermoed ik dat we heel snel terug zullen gaan naar de vorige Altum High. En daarna is het gewoon volledige price discovery voor de munt. En daarom heb ik dus gekozen voor Pepe. Oké okay dan tweede op mijn lijst is Blur. Blur is een concurrent van OpenSea. OpenSea is een NFT marketplace waar je NFT's kan kopen en verkopen en waar je kan browsen voor NFT's. Nou zoals je kan zien, dit is de OpenSea. Ik vind persoonlijk, en dit is dan Blur. Ik vind persoonlijk de uh, UI van Blur vind ik veel beter. Ik vind ook dat het sneller werkt. C heb ik nooit echt een chille ervaring mee gehad. Ik vind het allemaal maar traag. Bij Blur heb ik dat nog niet meegemaakt. Dus ik vind Blur eigenlijk veel fijner om mee te werken. Uh, Blur heeft ook hele goede statistieken. Uh, um, als ik het goed heb heeft het al veel sneller, veel meer gebruikers gekregen dan OpenSea. Uh, het is een van de weinige uh, concurrenten van OpenSea. En daarom denk ik het ook dat Blur uh, een goede contender is voor deze bull market. Als we dan even gaan kijken naar de charts, als we hier Blur open gaan hebben, we kunnen dus ook zien dat eigenlijk, het is ook wel gelanceerd in de bear market, en dat valt dus ook weer terug te zien in de prijs. In principe is de prijs bijna met 90% gedaald. En sindsdien is die mooi uh, uit de bear market gekomen. We hadden een hele korte accumulatieperiode, zoals we hier kunnen zien. En sindsdien zijn we eigenlijk best wel in een mooie uptrend. We hebben deze resistance gebroken, wat naar mijn beleving de meest belangrijke resistance was uh, die je zou kunnen breken. Dit betekent namelijk ook, dit is voor mij namelijk de scheiding tussen uh, bear en bull market. Voor, uh, voor de munt. We hebben daar van oude resistance bijvoorbeeld. hebben dus ook weer nieuwe support gemaakt. En nu zitten we ook weer hier in een soort van boelvlek constructie te werken. Als we hier deze resistance-lijn gaan copy-pasten, zitten we een soort van in een falling channel. En lijkt het lijkt erop dat de prijs wil uitbreken. En zoals sommigen wellicht wel weten, ik ben een enorm grote fan van falling channels. Uh, deze hebben namelijk de eigenschap om uh, um, resistance en support te vo vormen in dus deze falling channel structuur. En vervolgens vindt hij uh, support op deze belangrijke support, right? Dus vaak wat je wil zien, is dat je wil, je wil zien dat de prijs side gaat of zijwaarts gaat. Op deze belangrijke support. En vervolgens dat hij een breakout gaat zien. En ik verwacht ook dat Blur. Eh, voornamelijk als je kijkt op de weekly chart. Ik verwacht ook dat Blur dat voor ons gaat doen. Um, qua resistances. We hebben een paar resistances. Namelijk onze vorige resistance. Onze local resistance hier. Bij de, uh, bijna bij de 8000. En ik vermoed zodra dat breekt. Dan is de enige resistance die nog overblijft. Hier de vorige Altum High. En ook vanaf daar is het weer Price Discovery. Dus we hoeven eigenlijk nog niet zoveel moeite te doen om die parabolische gains te kunnen zien voor Blur. En dus om die redenen heb ik dus ook Blur toegevoegd aan mijn portfolio. Derde op mijn Ethereum lijst. Paul AI. Ik weet nog niet of het PAL of Paul of whatever het is. Ik noem het gewoon Paul, 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 Paul AI. Um, Paul AI... Is ook best wel een hele coole, uh, hele coole ding. Voor mij heeft hij sowieso de shareability factor. Het heeft, het heeft iets van: if it's made to, uh, to show, it's made to grow. Want wat Paul namelijk voor ons kan doen. En als we even naar de website gaan. En dan ga ik hopelijk naar de juiste website. Altijd even gokken waar ik naartoe ga. Nee, ik wil niet naar app.paal.ai. Dus kijk wat ik hier in dit, deze gevallen doe. Ik vind dat Paul dat niet zo goed doet. Je wordt elke keer naar de app geredirected, ik wel even naar de homepage. Dus vaak wat ik doe, ik ga hier, zoals we kunnen zien, naar CoinGecko. Ik typ hier in Paul AI, en dan kunnen we hier naar de website paulai.io. Nou, het heeft best wel een creepy, als ik mezelf even oh, als ik mezelf even wegsteed, het heeft best wel een creepy, uh, uh, creepy mascotte. Maar wat zij enorm goed doen, is dit zie je ook niet zo vaak. Je ziet gewoon de contract address. Zie je het direct op de homepagina. Dat is eigenlijk hartstikke fijn. Dus je kan hem zoeken op ITscan. Je kan hem zoeken op, hem zoeken op um, uh, um, Uniswap, Oneinch, et cetera. En wat het eigenlijk is. Het is eigenlijk jouw uh, uh, JetGPT, maar dan gespecialiseerd voor cryptocurrencies. Nou, het gebruikt ook de GPT, uh, waarschijnlijk GPT voor backend. En daaraan kan je dus gewoon nog je eigen datasets aan toevoegen. Ik heb dus ook op mijn Instagram kanaal heb ik hier ook meer over verteld. En dat is een beetje hoe het werkt. Maar waar de shareability in voorkomt, is je kan het heel erg makkelijk integreren. En waar staat dat nou? Personalized plot? Nee. Uh, nee, als ik even zoek naar hier, naar een Discord. Ja, je kan het hartstikke makkelijk integreren met uh, platforms zoals Telegram en Discord. En ik heb het even uitgeprobeerd voor de Telegram van Fetch.10. En het is inderdaad best wel heel erg simpel. Wat je kan doen is als je hier naar de Pal.ai website gaat. Ik heb mijn dashboard even niet openstaan, maar wellicht dat ik hier naar Epic Pal.ai kan gaan. Ja, dat kan ik. Dus wat je kan doen is, je kan eigenlijk gewoon je eigen uh, bot maken. Ik heb hier voor uh, FetchPatine mijn eigen bot gemaakt. Je kan hier je eigen, uh, uh, je eigen databases eraan toevoegen. En wat het dus eigenlijk betekent van, hé, hey, je kan of kiezen van hé, hey, je kan zeggen van scrape deze website of scrape deze uh, channel. Of scrape deze uh, YouTube video. En Of je kan gewoon tekstfiles eraan toevo toevoegen, right? Dus misschien heb je een vet JSON-file of een tekstfile... Uh, vol met coole informatie, dan kan je dat daar aan toevoegen. En vervolgens kan je dat testen met hier chat, right? Dus ik heb er al een klein beetje mee gespeeld. Van ik heb hier tell me about the Pepe. En vervolgens heb ik dus gewoon de hele tijd erop loopt te itereren, right? Dus heb ik dan vervolgens een te generiek antwoord gekregen. Um, dan zeg ik van, hey... Uh, Zegt het bijvoorbeeld even niet. Bijvoorbeeld uh, als we weer gaan naar MyBot. Oh, sorry. Als we gaan naar MyBot. Dan kan je bijvoorbeeld ook een personality uh, uh, meegeven. Je kan hem een naam geven bijvoorbeeld. Je kan ook zeggen van... Uh, hey, geef me gewoon niet deze, geef me niet deze onnodige disclaimers. Want ze gebruiken nog steeds wel de GPT-backend... En als je het aan mij vraagt, zit er best wel wat filler in. En ook best wel wat onzin. Van hé, dit is geen, dit is geen uh, financieel advies. Dat weten we allemaal wel. Dus dat kan je ook gewoon filteren. Dus je kan je eigen filters eraan toevoegen. Je kan je eigen database toevoegen. En je kan het gewoon hier uh, testen. Hier wat je, Zoals je hier kan zien op het scherm. En vervolgens, als je het gewoon wil deployen. Het is allemaal super simpel. En ik heb het ook geïntegreerd. In, uh, in onze uh, Telegram-channel zoals we hier kunnen zien. Um, je kan gewoon een commando typen, hier was ik het eigenlijk allemaal aan het testen. Je kan, je, uh, je kan gewoon een commando intypen um, als je begint met slash Pel. Oh, als je slash Pel doet en dan kan je, uh, kan je vragen stellen van tell me about Pepe. Tell me about Pepe. En als het goed is, zou ik een respons moeten krijgen, right? En dit is eigenlijk best wel cool, want door je eigen databases toe te voegen, als je bijvoorbeeld een Investopedia toevoegt, als je bijvoorbeeld een hack, zelfs Team eraan toevoegt, dan kan je dus gewoon, dan heb je dus eigenlijk real-time, up-to-date data, omdat die constant die websites aan het screpen is. En met ChatGPT heb je dat niet. ChatGPT gaat namelijk niet verder dan. Februari 2022 als ik het goed heb. Don't call me on that van. Ik heb het in ieder geval uitgebreid verteld in een van mijn uh, Instagram video's. Hierin heb ik daadwerkelijk. Ja, hier. Hierin heb ik daadwerkelijk de goede data. Maar volgens mij gaat hij om iets van terug van de februari 2022. Um, dus dat is allemaal hartstikke uh, interessant voor Pell AI. En daarom heb ik er dus ook voor gekozen: van hey, het is een AI-product. AI is super viral op dit moment. Super relevant. Dus het heeft ook een trigger, namelijk de AI AI. En vervolgens, het is ook made to show. Want je kan het gewoon super makkelijk integreren, zoals je hier kan zien. Het is super makkelijk te integreren met. Uh... <laughs> ik was niet super specifiek, maar het was ook dus zo super makkelijk te integreren met een Telegram, met een Discord channel. En dus te dus meer mensen dat gebruiken, des te meer mensen uh, van Paul AI zullen weten. En Paul Paul AI af zullen weten. En daarom heb ik dus ook gekozen uh, om Paul AI te includen in mijn portfolio. Als we dan gaan kijken naar de chart, Paul heeft eigenlijk best wel een hele interessante chart. Want zoals je kunt zien, het heeft eigenlijk sinds launch is het gewoon gepumpt. Het heeft dus weer een explosieve vier eerste vier weken gehad. Volgens een kleine dip. En vervolgens weer een mooie continuation pattern gezien. En dit schijnt een beetje de trend te zijn met dit soort munten. Right? We, je hebt dus een, een pump. Dan heb je even een, een paar maanden consolidatie wel. En nu zitten we ook weer aan die 6 à 7 weken. Net zoals hier aan de eerste keer. We hebben hier voornamelijk als je kijkt op de daily chart. Hebben een hele mooie support gevonden. Als ik de chart even terug kan schalen. Hebben een hele mooie support gevonden. En leek er even op dat hij de uh, belangrijke support zou breken. Maar we hebben hier direct gezien: van nee, dat gaan we niet doen. Dus dat is allemaal hartstikke bullish voor Paul. Ik vermoed dus ook zodra deze structure, uh, de structuur hier is gebroken, dat we dus ook weer verder kunnen gaan met deze price discovery. En daarom heb ik dus ook Paul in mijn uh, portfolio. Een andere uh, AI-munt die ik in mijn portfolio heb is LimeWire. Uh, LimeWire is eigenlijk ook best wel een grappig product. Het is een AI-product en wat het doet is van het kan uh, video's voor je genereren. Het kan, uh, of video's is nog niet uh, online, maar het kan in ieder geval uh, images voor je genereren en het kan uh, um, muziek voor je genereren. Ik heb een muziek geprobeerd, het was best wel shitty. <laughs> maar wellicht als het we eraan werken, is het best wel um, gaat, kan het goed zijn. Right? Dus dan we gaan we weer naar CoinGecko. Als je benieuwd bent van ...hé, hey, waar kan ik de website zien? Um, je gaat naar CoinGecko en vervolgens ga je naar linewire.com. Nou, waar ik niet zo tevreden over ben van dit product, is van ik vind het heel erg verwarrend om te gebruiken. Bijvoorbeeld, je kan hier zeggen van Create with AI. Nou, dat is eigenlijk best wel logisch. Uh, maar vervolgens heb je hier ook AI tools en dan heb je een image generator en dat werkt dan weer anders als je hier gaat met als je hier klikt op create with AI. Vervolgens heb je dan ook audio video coming soon zoals er staat en nou goed, dat, dat is een beetje verwarrend. Dus je kan op, op meerdere plekken kan je hetzelfde doen, vind ik qua UI en UX vind ik dat niet zo heel erg goed. Dus dat is nog iets waar Laiwa waar aan kan werken. Maar ook dit is weer zo'n ding van... het is super relevant. AI is enorm relevant tegenwoordig. En ik denk dat het eigenlijk gewoon de hype gaat worden... van deze cycle. Um, het, het hoeft niet eens een goed product te zijn. Ik vermoed dan net zoiets van... je had ook die... Uh, um, dus een iSt bedrijf, blockchain is een naam, want toen ging de, ging de aandelen opeens van omhoog. Ik vermoed niet eens dat je een heel goed product nodig hebt voor je AI ja, om, om goed te kunnen doen in crypto. Maar uh, LimeWire kan wel een heel gaaf product zijn. Voornamelijk omdat je dus ook gewoon uh, per dag hebt iets tot 20 graden images dat je kan maken. Leuk product, um, goed om te zien. Vooral als je ook video's gaat krijgen, dat zal helemaal top zijn. He? Dus dat, 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 dat is eigenlijk allemaal hartstikke top aan het product. Dus verder heb ik niet heel veel over te zeggen. Het is best wel door, ja, recht, recht aan. Je kan er images genereren, net zoals je bij heel veel andere dingen kan doen. En de chart ziet er ook gewoon hartstikke goed uit, vind ik persoonlijk. Right? We hadden hier dus een soort van. Nou, we hadden hier weer twee mooie curves te pakken. Right? En vervolgens is dat ook weer hartstikke goed uitgebroken. Um, nu zit het een beetje te spelen met het idee van: hey, gaan we nou die price discovery zien of niet? Uh, right, en als, als we dat eenmaal hebben, wat voor ook voor die price discovery hoeft niet zo heel veel te gebeuren, we hoeven alleen maar deze lijn te doorbreken. En als we gaan kijken naar de daily chart, dan zitten we een beetje in die, in die zone van ja, we gaan het wel doen, we gaan het niet doen. Um, anyhow, ik denk van munten die op het punt staan voor price discovery, of munten die nog price discovery mee moeten maken, um, maar die er wel. Naartoe werken. Ik denk dat dat een van de meest uh, prominente munten zijn die je zou kunnen kopen. En ook daarom heb ik een linewire in, uh, in mijn portfolio. Het heet dus een goede trigger, namelijk AI, het is relevant, um, Product school, het heet dus ook een product. En de uh, chart ziet er gewoon hartstikke goed uit. En ik vermoed van als we eenmaal die uh, price discovery hebben, dan zitten we ook weer in die parabolische trend, ook voor Limewire. Oké, okay, dan de volgende in mijn portfolio is Satellite Doge 1 Mission. Um, dit is een meme coin gebaseerd op een uh, raket dat daadwerkelijk de ruimte in wordt geschoten. Met ook de naam, even kijken waar kunnen we dat zien. Met ook daadwerkelijk de naam, de naam Doge 1. Um, heel veel redenen uh, voor, voor deze uh, play heb ik eigenlijk niet. Het is gewoon een grappige play. Uh, de chart ziet er heel goed uit. Enorm volatiel. Super volatiel. Dus ik heb hier ook echt gewoon een minuscuul aantal euris uh, in zitten. Um, hier heb ik niet zo heel veel redenen achter. Dit is gewoon een grappige play. Als ik, als ik bijvoorbeeld één munt zou verkopen, dan zou het deze direct zijn. Dit zou dan ook direct de eerste zijn die ik zou gaan verkopen. Uh, dat weet ik al wel. Maar ja, gewoon een grappige play. De, launch, de lanceerdatum is, um, als het goed is, gescheduled hier voor uh, februari 2024. Dus. Dit zou nog wel eens een grappige By the Rumors, zelden nieuws-event kunnen zijn. Um, en ja, dat is dat was het ook echt wel. Ja, tot, tot volledig accident. Dit is gewoon een grappige munt om te hebben. Um, niet zo heel veel redenen voor. Dus ja, it, that's it. En als laatst G-Rock. Um, als we hier weer gaan naar. Um Gecko en we typen in G-Rock en um, zoals jullie wellicht inmiddels kunnen gokken van inmiddels uh, is er best een best wel groot thema van uh, van meme coins in mijn portfolio en dat zit hem dus in die enorme uh, shareability van de emoties van de emoties right? van de humor uh, leidt tot meer shares. En ook relevante triggers, right? Dus bijvoorbeeld Elon Musk die heeft een nieuwe AI uh, genaamd G-Rock en dit is een meme uh, gebaseerd daarop, right? Hij deelt ook alle relevante nieuwsartikelen uh, dat over Elon Musk gaat bijvoorbeeld en over G-Rock. Um, dus dit denk ik gewoon, dit is gewoon een goede uh, meme coin contender wat dat betreft. Het heeft een sterke trigger, namelijk uh, de G-Rock uh, AI van, uh, van Elon Musk. Right. Elon Musk heeft ook gewoon een hele grote following. En de website ziet er ook gewoon hartstikke goed uit. Contract address. Als ik zeg van dit zou enorm voor de hand moeten liggen, maar dat is het niet. Um, uh, ik vind het bijvoorbeeld, als je, als je, voornamelijk als je een klein beetje in DeFi zit, ik vind het enorm sketchy af en toe om een munt te kopen. En dan moet je naar het kijken van, ja, wat is de contract address? Deze gaat nog een stapje verder. Je kan hier gewoon klikken op buy G-Rock. En ook vandaar dat ik dit in mijn portfolio heb. Als we kijken naar de charts, dit, zijn een van de, ja, dit is eigenlijk best wel een hele interessante chart. Misschien ook een van de meest scary looking charts. Want als we hier kijken naar de weekly chart zien we dus ook van, ja, het is weer enorm sterk begonnen. En nadat hij zo sterk is begonnen, dan zijn we dus ongeveer weer uh, 80% down gegaan. Als we naar de daily chart kijken, dan zitten we dus ook hier nu op echt enorme kritische support. Deze support channel, die. Oh, als ik hier dan nou weer een van maak. Deze support channel mag naar mijn beleving, beleving dan ook niet gebroken worden. Als die wordt gebroken dan uh, ja, kan die eigenlijk alweer helemaal terugzakken naar de 1225, wat eigenlijk niet zo heel sexy is, want dat is een daling van nog 70% van de huidige prijs. Echter vermoed ik wel van, als deze uh, coin echt bullish schijnt te zijn, dan verwacht ik wel dat dit daadwerkelijk de echte bodem is en dat dit een hele mooie accumulatieperiode is. Om de munt in te slaan voor G-Rock, en dat is dus ook wat ik heb gedaan in de afgelopen paar weken. Nou, dat is het dus eigenlijk aan de Ethereum-kant. Laten we dan nu kijken naar de Pulsechain-kant. Oké, okay dan nu de Pulsechain-variant. Allereerst op de lijst staat Teddy Bear. Nou, Teddy Bear is waarschijnlijk de premier memecoin van Pulsechain. Dat betekent eigenlijk dat dit de grootste en meest populaire memecoin is van Pulsechain. Nou, Nogmaals, we gaan gewoon verder met het thema van memecoins. Want nogmaals, het is de meest, een van de meest shareable dingen die je kan hebben. En uh, de chart is echt gewoon fenomenaal goed. We hebben hier bijvoorbeeld een enorm goede run-up gehad. En vervolgens hebben we hier een enorm leuke consolidatieperiode gehad. Je had twee keer de kans gehad om rond de bodem te kunnen kopen. Uh, ik ben hier ergens ben ik ingestapt. Dus nu ook een mooie, uh, mooie prijs mee kunnen, mee kunnen snoepen. En dat is het eigenlijk wel gewoon voor, voor, voor Teddy Bear. Van hetzelfde, hetzelfde soort argumenten als dat ik ze had gebruikt voor Pepe. Right? Het, heeft een hele goede, het heeft gewoon een hele goede meme. De trigger is iets minder, zou ik willen zeggen. De trigger is eigenlijk alleen maar bekend uh, binnen het PulseChain-netwerk op dit moment. Ik vermoed wel dat dit een van de, uh, een van de eerste uh, meme coins is waar mensen naar het zullen gaan kijken als ze van PulseChain. Uh, Zullen gaan horen. Voornamelijk omdat het een van de meest gescheelde. memecoin um, is op het Pulsechain-netwerk. Dus je zou kunnen zeggen: van, hé, hey, het is enigszins een trigger. Uh, in het Pulsechain-ecosysteem. omdat je dit best wel vaak zult gaan zien uh, op Twitter. voornamelijk als je een beetje het Pulsechain gaat volgen. Uh, maar voor mij is dit gewoon een hele goede chart. Ik hou het van chart. Dit is, een, dit is bijvoorbeeld de log-chart. Regular chart ziet er zo uit, bijvoorbeeld. Dus begin, enorm groene. En voornamelijk als je kijkt op de normale chart, dan zie je ook van. Ja, daar is eigenlijk best, best wel hard gedaald. Bijvoorbeeld als we hier naartoe gaan en dan helemaal gaan meten naar de bomen, is die 93% gedaald. Maar de logaritmische chart ziet er iets minder dramatisch uit. En dus dat, is dat ook de reden waarom ik vaak um, investeer. Voornamelijk op langere termijn investeer ik voornamelijk op de logaritmische chart. Bijvoorbeeld, dit is minder eng om in te stappen dan dit. Right? Hier denk je weer van: hmm, weet ik niet. Als ik dat wel zou willen. Maar hier denk ik van: nou, weet je, best wel goed te doen. Terwijl je eigenlijk gewoon naar de exact dezelfde data kijkt. Right? Het is alleen de representatie is anders. En misschien is het dus ook emotioneel. Zou het ook anders voor jou kunnen zijn. Um, dus ja, dat is eigenlijk Teddy. Ik denk dat is een van de, dit is een van mijn, ik heb een van de meest hoge hopen heb ik voor Teddy um, in mijn eigen persoonlijke portfolio. Uh, voornamelijk omdat hij zo enorm goed presteert en met enorm goed presteren bedoel ik van als we meten vanaf de bodem en om een of andere reden pakt Dexscreener is die daar heel erg irritant mee als we gaan naar de price range. Dan is die al keer 7 gegaan vanaf de bodem, right? In echt in een enorm korte tijd. Dus daarom denk ik echt: van Teddy doet het enorm goed. En dat segueert ons eigenlijk niet per se in hex, maar in Atropa. Atropa heeft, uh, uh, is geen memecoin. Het heeft, de chart heeft verschillende properties. Of niet verschillende, En heeft vergelijkbare properties als Teddybeer. Zoals je kan zien, is de chart ook praktisch hetzelfde. Of bijna hetzelfde. Het heeft ook een enigszins goede uh, uh, um, accumulatieperiode gehad. We zitten nu in die upper area. Van die accumulatie area. En ik vermoed dus ook, zodra we deze uh, resistance verbreken of doorbreken. Er is er eigenlijk niet zo heel veel resistance meer on the way. Om weer helemaal hier naar de 3000 toe te gaan. Bijvoorbeeld. Als we hier een trendlijn gaan tekenen. Dan hebben we hier nog een resistance lijn te pakken. Ik zal ze allemaal even rood maken. Hier bij de 7700. Vervolgens heb je hier dan weer de resistance. Dit zal waarschijnlijk wat groter zijn bij de 10.000. Ook een even getal, right? En ik zeg dat dus omdat we hier de uh, support hebben gehad wat later resistance is geworden. Dus dit zal ongetwijfeld een grotere resistance zijn. Hier zit je naar hetzelfde te kijken. Dit is best wel, een, dit is enigszins een zone als ik het zo zou willen stellen. Dit is ook best wel groter. hier bij de 1500. En vervolgens kan je zo uh, lager omhoog gaan, right? Dus als we hier allemaal voorbij zijn, dan is het ook gewoon best wel easy sailing. Terug naar de alt high. Ik vermoed dat deze ongeveer mee zal gaan bewegen met, uh, met Teddy. Ik vermoed dat Teddy het beter gaat doen. Maar toch, om even wat diversificatie te hebben... Um, ga ik ook nog in het ga ik mee rijden. Om maar even een vergelijking te geven. Deze is um, 140% gestegen vanaf de bodem. En Teddy bijna zeven keer. Dus... Mijn strategie hier voornamelijk bij dit soort munten is bij dips ga ik dan swappen naar de best presterende munt. Voor nu omdat het in de uptrend zit ga ik nog niet swappen, maar bij een dip ga ik dan weer terug swappen naar de best presterende munt. Nou hex, het is je misschien opgevallen dat ik geen hex heb op dit Ethereum netwerk. X was een munt dat begon op het Ethereum-netwerk. Vervolgens kwam Pulsechain uit. En Pulsechain is een layer one, net zoals Ethereum. Het is ook een fork van Ethereum. Maar wat Pulsechain zo uniek maakt, is dat Pulsechain, hij uh, heeft lagere fees, sneller, bla bla bla. Niet zo heel erg belangrijk. Maar het uh, kwam met de volledige state van Ethereum. Dus al jouw. Um, munten bijvoorbeeld die je op het Ethereum-netwerk had, die heb je nu ook op het PulseChain-netwerk. En dus heb ik Hacks op het uh, PulseChain-netwerk. Nou, ik heb Hacks niet op het Ethereum-netwerk. En de reden waarom is als volgt: als we gaan kijken naar de HEX-chart hier, dan zul je dus ook zien dat die eigenlijk best wel enorm veel de, de chart volgt van PulseChain. Ik zal die even snel gaan bijpakken, zodat jullie weten waar ik het over heb. Als we hier gaan kijken naar de PulseChain-chart. Right? Ziet er exact hetzelfde uit als de hex chart. Dus dat maakt de chart van hex gewoon heel makkelijk te volgen. Um, op een Pulsin netwerk. Ik denk dat hex ook een best wel mooie, hele mooie accumulatieperiode aan het meemaken is. We zitten ook soort van in een um, descending triangle. Right? Ja, die zijn, die zijn in triangle, dus we hebben een triangle met een vlakke support en we hebben een resistance dat steeds verder naar die support toe wordt getrokken, dus we zitten ook bijna op het punt van een breakout en ik vermoed eigenlijk wel dat die breakout omhoog zou zijn en um, waarom ik dus denk van hé, hey, ik zit hier eigenlijk liever in dan in de, in de Pulse variant dan in de Ethereum variant omdat deze bijvoorbeeld, de pulsje variant, is een hogere prijs. Deze zit ongeveer rond de 9000. En als we gaan kijken naar hex. Um, even kijken, waar heb ik hem? Um, trading setups, favorieten, hex. Als we hier gaan kijken, de prijs is ongeveer de helft lager. Right? En de chart ziet ook veel minder sexy uit. Als we kijken naar de weekly chart. Um, en dit is niet de volledige chart, overigens. Maar de weekly chart is eigenlijk terug, uh, terug bij af bij november 2020. En ik vermoed wel dat deze twee die zullen ongetwijfeld met elkaar gaan stijgen en dalen. Maar deze chart lijkt gewoon veel minder mooi en gestructureerd als de hex variant op het Pulsechain-netwerk. Nou, ik denk dus wel, zodra de HEX op het Pulsechain-netwerk omhoog zou gaan. Zou HEX volgen? En waarschijnlijk zit je zelfs in een scenario dat ik, te kijken waarbij de HEX op het Ethereum-variant veel hoger zou kunnen stijgen dan de PulseChain-variant, omdat deze dus ook lager begint, liquiditeit is hier lager dan op de PulseChain, et cetera, et cetera. Echter, ik vind deze chart mooi, ik vind hem meer gestructureerd. En als PulseChain zou stijgen, dan zou P hex de PulseChain-HEX dan ook met zich gaan meestijgen en daarom heb ik hex op het PulseChain-netwerk en niet hex op het Ethereum-netwerk. Nou dan echt mijn laatste munt PulseChain heb ik ook, maar het is zeer verwaarloosbaar. Ik heb het eigenlijk alleen maar om fees te betalen, net zoals ik dat ik op Ethereum alleen maar Ether heb om fees te betalen. En als laatste dan mijn munt die echt wat echt een investering is is PulseX. Dit is de fork van uh, Uniswap v2 op het PulseChain-netwerk. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Exact dezelfde chart als, als de PulseChain chart hier. Oh, ik heb hem nu ook weggeklikt. Praktisch dezelfde chart als de PulseChain chart. En ik vermoed dus ook dat deze gaat stijgen. zodra daarna PulseChain stijgt. Op dit moment is het zo van. Er is niet echt een bepaald een winnaar op dit moment. Right? Van, P, van PLSX. Pulse X is harder bijvoorbeeld dan PulseChain. Maar zodra de prijs stijgt. Gaat, stijgt stijgt X ietsjes meer. Zoals we hier zien. 72% vanaf de bodem. En als we hier meten. Uh, vanaf de huidige prijs dan is het ongeveer 80%. Dus ik zit er zelfs volledig naast. Dus Puls uh, doet het op de, dit moment zelfs beter dan Puls X. Uh, de reden waarom ik alsnog voor Puls X heb gekozen is omdat hij in theorie, of niet in theorie, zelfs in praktijk, hij is harder gedaald. Dus in de theorie zeg van oké, okay, hij is harder gedaald. Dus is meer ruimte om te stijgen. En denk wel, er waren veel meer sacrifices voor Puls X dan voor Puls, dus je zou kunnen zeggen er zijn eigenlijk veel meer mensen die de prijs nog laag kunnen houden voor Puls X, en dat is wellicht ook de reden waarom Puls het beter doet dan Puls X op dit moment. Dat is In ieder geval de reden waarom ik denk dat Puls X 90% gesteld Puls maar iets van 70% bijvoorbeeld. Dus dit zijn eigenlijk mijn munten uh, waarmee ik het deze, uh, waarmee ik op zijn minst de eerste helft van 2024 ga doen. Zoals dus ik net al heb aangekondigd, ik al oh, overigens, je ziet hier ook een aantal munten die ik blijkbaar heb, waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Maar de munten zijn, ik zit te kijken naar 13 cent in totaal, naar die overige munten. Dus zeer verwaarloosbaar allemaal. Dus ja, uh, wat ik wilde zeggen is: dit zijn eigenlijk de munten waar ik het op zijn minst voor het begin van 2024 mee ga doen. Um, ik ga de eerste wave ga ik uitrijden, right? en bij de, zodat ik kan zien: van, hey, dit zijn de munten die goed presteren, dit zijn de munten die, un, die underperformen. Right. En op een gegeven moment ga ik van mijn diverse portfolio af en hou ik als het goed is alleen nog maar de munten over die het best presteren. Dat is uiteindelijk de realiteit waar nodig naartoe wil gaan. Dus voor nu, ik begin divers. Ik eindig waarschijnlijk niet zo super divers. En dat is in ieder geval hoe ik de huidige bull market ga spelen met deze portfolio. Vond jij dit dus een leuke video? Vergeet dat dus niet like achter te laten. Laat me weten in de comments wat je van vond. Uh, laat me trouwens ook weten of je nog benieuwd bent naar mijn verhaal. Waarom ik het eigenlijk niet meer heb over mijn, uh, over mijn eigen waarde. En um, ja, graag abonneren voor meer van dit soort content. En dan graag tot de volgende.